Beter doen dan het Belgisch record gezwommen op het voorbije EK in Debrecen is het doel. En startzwemmer Dieter de Koning zet meteen de toon. De Koning na 50 meter in 23-42. Dat is een prima tussentijd, dat duidt op die tijd rond de 49-0. Na de Koning is het de beurt aan de 19-jarige Jasper Arends. Hij moet een plaatsje prijsgeven, maar houdt België op koers voor een finale plaats. De Belgen worden vijfde in 3-13-88. Dat is nu het begin. Hè. Het is mijn eerste spelen geweest. En, ja, nu wil ik echt wel naar de volgende spelen al beginnen werken. Ja, veel mensen vragen dan natuurlijk van ja, hoe was dat daar en wat voor een ervaring was dat. En als je dat echt wil weten, dan moet het er gewoon zijn. En dan heb je echt pas een beeld van hoe indrukwekkend en hoe groot dat eigenlijk is. Ik heb altijd gezegd van ja, als ik zwem en ik wil erna studeren, dan wil ik iets studeren dat me echt wel zodanig interesseert dat ik dat blijf volhouden. In een sport als zwemmen, waar er zoveel moet getraind worden, is het heel moeilijk om en heel erg met je studies bezig te zijn en heel erg met je sport bezig te zijn. Dat gaat dan kapot, dat kan gewoon niet. Maar van mijzelf uit, ik zeg altijd, ik sport nu, ik ben nu een zwemmer en mijn studies komt erbij. Zolang dat ik zwem, als ik nu nog 10 jaar zwem, ja, ik moet mijn diploma dit jaar niet halen om dan 9 jaar op mijn diploma te zitten. Maar om nu te zeggen van wat ik zou gaan doen als het zwemmen gedaan is, ja, dat is heel moeilijk. Wie weet word ik wel trainer, maar voor hetzelfde geld ja, word ik wel resist, zeg maar iets. Dus dat kan alle kanten uit. Ik sta op, ik ga gaan zwemmen van meestal van 8 tot 10. Dan ga ik oftewel naar school, dat hangt er een beetje van af. Ga ik naar school, volg ik 1 les. Op die dag dan ga ik of gaan rusten of een conditietraining gaan doen. Meestal rond 4 uur, 5 uur is de tweede zwemtraining van 2 uur. Dat duurt dan tot 6 uur of 7 uur. En dan is het mijn eten klaarmaken en is mijn bed in. Ik zwem altijd 10 keer in de week en daar komen nog 5 conditietrainingen bij. 8 keer 4 man zit in de oproepkamer, moet je je voorstellen. Dat is een ruimte van 10 op 5. En als je daar met 32 van die beren in zit, dan raak je wel onder de indruk. Het is echt zo moeilijk om u daarvan te distancieren en u eigenlijk volledig te focussen op 2 baantjes zwemmen als je daar met 32 man zit. En ja, ik zal u zeggen, het gaat er niet te vriendelijk aan toe. We hadden een heel bekend mentaal spelletje is dat ik bijvoorbeeld de 4e stoel heb, maar dat ik in de 5e stoel ga zitten. Als die in baan 5 mijn grootste concurrent is en ik zet mij gewoon in de 5e stoel. Ja, die heeft dan zoiets van, ja, fuck, wat komt hier nu in mijn stoel zitten? En die is dan bijvoorbeeld helemaal de kluts kwijt. Ah ja, we zijn mekaars vijand en we zwemmen 2 baantjes en we komen eruit en we gaan er een aan drinken, zou ik maar zeggen. Startblok gaan staan. En dan af en toe gebeurt het wel een keer dat ik dan nog iets zeg tegen mezelf. Bijvoorbeeld ja, tactiek, wat de trainer zei, wat ik op moet letten. Probeer dan nog een keer te herhalen en dan zeg ik van ja, goed, ik ben klaar. En wachten op het startsignaal en dan zijn we vertrokken.